Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede. Met pennen een kunstportret maken. En ook jij bent waardevol. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Sport houdt je niet alleen gezond, maar brengt mensen ook samen. Vandaag wordt wereldwijd de aandacht gevestigd op de kracht van sport voor ontwikkeling en vrede. We gingen op bezoek bij ex-Thai kickbokser Ilonka Elmond om te zien welke sport invloed zij heeft op de gemeenschap. Oké, go. Hup. Handen hoog. Let's go. Go. Handen hoog. Let's go. Mijn voet. In verband met de Internationale Dag van de Sport voor Ontwikkeling en Vrede hebben wij gesproken met Ilonka Elmond. Ze is in Suriname veel bezig met sport. Zij heeft kort geleden nog het 3x3 rolstoelbasketbal gelanceerd. Als Thai kickbokser heeft zij 7 wereldkampioenschappen gewonnen. Nu traint zij de volgende generatie. Ik ben ontdekt door Lucien Carbin. Mijn buurjongen was toen meervoudig wereldkampioen. Die trainde ook bij Lucien Carbin, dat was Jerry Morris. En die bracht me een keertje mee naar de gym. En dat was Kops Gym in Amsterdam. En die zei van ja, dit is iets voor jou. En uiteindelijk toen aan de slag gingen, toen ja, werd ik de eerste les al eruit gevist door Lucien Carbin. En ja, toen zei hij dat hij me kampioen kan maken in een jaar. En toen dacht ik ja, alright, gaat niet gebeuren. Maar op dat moment is dat zaadje toch gaan planten. En de volgende dag stond ik weer voor de deur en te zeggen van oké, wat heb je nodig om een kampioen te worden? En vanaf dat moment is het pap, pap, pap. 2-3 keer per dag starten, trainen. Ik had een job toen, die heb ik opgezegd, want ik zei van ja, ik ga kampioen worden. Dus ja, daar ga je er ook 100% voor. Deze kant van de sportwereld zit vol mannen. Als vrouw van kleur vond Ilonka dat zij zich extra hard moest inzetten. Vechtsport is natuurlijk gedomineerd door de mannen. En zeker in die tijd, ik praat over 95 tot en met zeker 2007, 2008. Dan was het voor een vrouw sowieso heel moeilijk om op een kaart te komen, like a fight card. En helemaal als een donkere vrouw. Dus dan is het gewoon dubbel op, extra drempels. Dus in mijn geval vind ik gewoon, dan als je gewoon gezien wil worden, dan moet je gewoon uitzonderlijk zijn. En dan moet je ook echt niet 100% in de training gaan, maar 200%. En dat was ook mijn instelling. Als ik een training inging, dan was dat gewoon echt elke training, want ik trainde 2 tot 3 keer per dag. Ging ik gewoon 300% en op een slechte dag viel ik op 100%, dan was het alsnog goed. Om met gevechtsport bezig te kunnen zijn, is het belangrijk om veel energie en motivatie te hebben. Ik ben altijd iemand geweest met uitzonderlijk veel energie. Dat is heel wat mensen opgevallen. En als ik iets ga doen, dan doe ik het ook. Ik denk niet na om het niet te doen. Ik denk juist na om het heel goed te doen. Maar ja, dat is iets dat bij mij zo gegroeid is en het gaat gewoon vanzelf. En als ik iets ga doen, dan mijn motivatie komt van binnenuit. Als ik iets doe, wil ik gewoon de beste zijn. Niet de beste voor jou, hè, maar gewoon de beste voor mij. Nu geeft zij seminars, waar ze toespraken houdt over Thai kickboksen en ze is ook nog personal trainer. Naast haar drukke schema is zij ook moeder. Ik ben nog steeds erg bezig met de sport. Ik ben nog steeds betrokken bij de vechtsportbond, de Thaiboxbond, de Sitaibo. Je ziet het met de foundation, organiseer ik sportdagen voor mensen met een beperking. Maar het is niet alleen met die doelgroep dat ik werk. Ik werk ook met kansarme kinderen die uit een sociaal-economisch zwak milieu komen. Ik wil alles doen natuurlijk. En een dag heeft echt maar 24 uur. En daar loop ik vaak tegenaan. En dat kost het me rust en slaap. Maar ja, gedreven zijn is goed hoor. Maar dan moet je echt goed leren plannen. Dus ik weet dat mijn dag soms echt al om 6 uur begint of om 5 uur begint. En dan draai ik hem gewoon door tot 10 uur 's avonds. En dan moet ik ook wel mijn rust inplannen. En mijn rust, dan denk ik, ja, sommige mensen denken, doe even iets leuks voor jezelf. Maar zodra ik even ga zitten, val ik al in slaap. Dus dat is de reden waarom je me weinig in het uitgaansleven ziet. Tori, let's go. Nice. Kom op, baby. Hij goed. Kunst is er in verschillende vormen en het wordt op verschillende manieren gemaakt. Een beeldende kunstenaar uit Nigeria maakt met dezelfde pennen die op school gebruikt worden, portretten. My name is Jackson Sowari and I'm a visual artist. I primarily use the ballpoint pen to draw. Deze Nigeriaanse kunstenaar gebruikt een pen om menselijke ervaringen vast te leggen. Je hoort het goed, met een pen doet ze dit. Ze gebruikt zeker 20 balpennen voor elk kunstwerk. This lady has decided to create her own style
and her own confidence, even though, I mean, that's not necessarily what society expects. Sowari hoopt dat haar werk ervoor gaat zorgen dat mensen met elkaar gaan praten over verschillende dingen, van geestelijke gezondheid tot gendergelijkheid. I feel like when we have to force people into molds and force them to kill forms of expression in themselves, it creates a vacuum. And a lot of people are walking around angry, a lot of people are walking around with mental illness and they don't even know that they have those problems. Nadat Sowari klaar was met haar studie, is zij jonge kinderen gaan opleiden in verschillende kunstvormen. The goal of art is to, you know, touch human lives, at least my art. My goal is to be able to shift people from how they think, you know, inspire them to think in a different way, inspire them to relate with us in a different way, you know, and hopefully, you know, spark this wildfire within society that will create a constant change. Volwassenen hebben het haast elke dag over problemen die nou wel of niet komen door de economische crisis in Suriname. Kinderen hoor je niet zo vaak praten over zulke onderwerpen, maar ook deze groep heeft te maken met de gevolgen van de economische crisis. Mindsetcoach Gwamungindi heeft ook deze week een tip voor kinderen die het moeilijk hebben vanwege de economische crisis. Heb jij soms het gevoel dat je niet goed genoeg bent, omdat anderen misschien elke schoolpauze eten kunnen kopen of steeds met hun vrienden en vriendinnen naar de film kunnen en jij kan dat niet? Vind je jezelf minder waard als je geen geld hebt? Helemaal niet. Nee. Misschien kan je veel bereiken, maar niet alles bereiken. Nee, waarom? Omdat geld is niet je liefde. Ik vind niet dat geld alles is, want als je geen geld hebt, kan je toch eten door te planten, bijvoorbeeld. Niet omdat ze rijker dan me zijn en ik ben arm. En dadelijk worden hun arm en ik rijk. Volgens mindsetcoach Gwamungindi is het belangrijk om te weten dat jij als persoon waardevol bent. Ook al ben je nog niet waar je wil zijn in het leven. Heel veel van ons struggelen, vooral in deze situatie met wanneer je sommige dingen niet hebt, wanneer je sommige dingen niet kan. Dan gaat het aan ons hele zelfbeeld. Weet je, ik ben niet goed genoeg, het komt niet goed met me, ik ben niet waardevol, I'm not good enough. En als je in die energie blijft, wat gaat gebeuren? Je maakt jezelf kleiner. Je cijfert jezelf weg. Maar ik wil niet dat je jezelf wegcijfert, want je bent waardevol. En dan kunnen er mensen zijn, leerkrachten zijn, ouders zijn, tantes zijn, die zeggen, je bent niet goed genoeg of je gaat het nooit maken. Ze weten niet waarover ze praten. Zij zijn misschien klein, zij zijn misschien gelimiteerd, maar daar willen wij niet zijn. Kijk naar ze, wil je het leven die zij hebben? Vaak niet. Dus neem geen advies van mensen waarvan je hun leven niet wilt, toch? Maar doe ons wat. We voelen het. We zijn mensen. Dus vandaar dat ik je eraan wil herinneren dat je waardevol bent. Weet je, ook al ben je nog niet succesvol, ook al ben je op weg om succesvol te worden, wanneer je succesvol bent, ben je niet waardevoller dan iemand die het niet is. Toch? Je bent het gewoon al. Vergeet dus vooral niet om aan jouw doelen te blijven werken. Want ook al ben je nog niet waar je wil zijn in het leven, of heb je nog niet zoveel geld als een ander, wil dat niet zeggen dat je minder waard bent dan die ander. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.